Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, de veiligheidswet voor Hongkong, die onlangs door het communistisch regime in de Volksrepubliek China werd goedgekeurd, is een regelrechte aanslag op de democratie en op de mensenrechten. En het Vlaams Belang heeft daar reeds herhaaldelijk op gewezen in dit huis. En wat bleek, slechts uren na de effectieve implementering of de goedkeuring van de wet, werd ieders vrees waarheid en werden er reeds talrijke burgers in Hongkong gearresteerd op basis van die nieuwe wet. En wat bleek, of dat alles nog niet erg genoeg was, terwijl deze minderheidsregering wel zegt bezorgd te zijn en ook de situatie aankaart in de verschillende internationale fora, blijkt dat ze in de praktijk eigenlijk onrechtstreeks meewerkt aan de vervolgingspraktijken van het Chinese regime. Want hoewel wij met z'n allen weten, collega's, hoe er in het communistisch regime wordt omgegaan met dissidenten stemmen naar het regime toe en talloze dissidenten die in Europa verblijven, die bespioneerd worden, onder druk gezet worden en regelrecht afgedreigd worden door China, heeft deze regering, heeft België zich akkoord verklaard met een uitleveringsverdrag met China. Een ultieme stok achter de deur voor het regime, waardoor dissidenten dus gemakkelijker kunnen worden uitgeleverd aan de Volksrepubliek. En het verdrag werd zelfs al geïmplementeerd en kan eigenlijk op dit moment te allen tijden worden in gang gezet door Peking. Met alle gevolgen uiteraard van dien. Een aantal landen voelt uiteraard de bui al hangen en heeft het uitleveringsverdrag reeds opgezegd. Mijn vragen aan u zijn de volgende, meneer de minister. Zal deze regering eindelijk eens hard op tafel slaan in zaken de repressie door China met de veiligheidswet voor Hongkong? En tweede vraag, zal deze regering ingaan op de vraag van de Europese parlementsdelegatie voor China om het bestaande uitleveringsverdrag stop te zetten? Ik dank u. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, over de implementering van de veiligheidswet is hier zeker het laatste nog niet gezegd. Het gaat hier om een wet die de vrijheid en de democratische rechten van de burgers in Hongkong fnuikt en die het oppositievoeren, toch een noodzakelijk element in een democratie, extra bemoeilijkt. En alle bezorgdheden en acties ten spijt staat deze regering samen met de EU te kijken naar de situatie ter plaatse als een konijn naar een lichtbak. De bevolking ter plaatse en de vele westerse en Vlaamse ondernemers die actief zijn in Hongkong, die rekenen op uw steun. Stel hen ook niet teleur dan. En dat deze minderheidsregering het communistisch regime van de Volksrepubliek China ook nog eens de tools in handen geeft om dissidenten uit te leveren aan een dictatoriaal regime, ja, dat tart werkelijk alle verbeelding. Ik kan me inbeelden dat u daarvoor applaus zou krijgen op de banken van de communisten in dit halfrond, maar voor het Vlaams Belang zijn democratie en vrije meningsuiting heilig. Ik dank u.